Een woningoverval vanmorgen vroeg in Bilthoven. Rond 4 uur wisten 2 mannen een villa aan de Frans Halslaan binnen te komen. De bewoners, die wakker schrokken, werden bedreigd en mishandeld. Waarna het duo er met allerlei spullen vandoor ging. Volgens de politie zijn ze ontkomen op een scooter, ondanks de inzet van een politiehelikopter. De bewoners konden thuis worden behandeld door ambulancepersoneel. En op dit moment wordt nog onderzoek gedaan in en rond de woning. De gemeente Bunschoten gaat optreden tegen inwoners die grond ingepikt hebben. Honderden mensen hebben stiekem stukjes openbaar groen bij hun tuin aangetrokken. Op deze plek stonden ooit struiken van de gemeente, maar deze bewoner heeft de struiken weggehaald en bij zijn tuin getrokken. Deze mensen kunnen nu kiezen of de grond kopen of teruggeven aan de gemeente. Binnen de gemeenteraad leefde het gevoel, en mede naar aanleiding van natuurlijk een aantal klachten van burgers die zich wel keurig gedragen hebben, die het gekocht hebben. En die zeggen, luister even, ik koop de grond en onze prijs die was €191. En ik zie dat mijn buurman, of verderop een overbuurman, die neemt het maar zo in gebruik. En dat vinden we een beetje rechtsongelijkheid. En dat gevoel leefde bij de gemeenteraad. En van daaruit is de vraag gekomen van, wilt u gaan kijken om dit probleem op te lossen? Het probleem komt in veel meer gemeentes voor, maar lang niet alle plaatsen kiezen er, zoals Bunschoten, voor om actief te gaan controleren. Utrechtse politiek gaat vanmiddag in debat over de tippelzone in de stad. Vorige week werd bekend dat een verhuizing van de sekswerkplek naar de Meren of Lage Weide toch niet doorgaat. En omdat op de huidige plek op de Europalaan binnenkort huizen gebouwd worden, is het de vraag wat er met de tippelzone gaat gebeuren. Gisteren kwam het college van Utrecht al met een schriftelijke verklaring over het mislukken van de prostitutieverhuizing. GroenLinks las het met veel belangstelling. Wat ik eruit haal is dat het college het op essentiële punten ook gewoon niet zo heel goed weet. Bijvoorbeeld de gevolgen voor de sekswerkers en voor de samenleving. Nou, dat zijn voor ons toch echt belangrijke onderwerpen. Ik begrijp ook wel uit dat ze daar ook graag tijd voor willen kopen eigenlijk. Dat is eigenlijk niet de reële vraag om te beantwoorden. Het definitieve besluit over de toekomst van de sekswerkers zal op de lange baan worden geschoven. Vanmiddag blijkt of alle partijen het daarmee eens zijn. De maatregelen om de Amsterdamse straatweg in Utrecht veiliger en aantrekkelijker te maken hebben effect, vindt de gemeente. Er staan minder winkels leeg, veel pleinen worden opgeknapt en ook moet de maximumsnelheid terug van 50 naar 30 km per uur. De veranderingen gaan in overleg met omwonenden. In november staat opnieuw een buurtgesprek gepland. Het grote renovatieplan voor winkelcentrum Hamershof in Leusden staat op losse schroeven. Er is oneenigheid binnen de Vereniging van Eigenaren. Sommige leden vinden dat de eigen bijdrage te hoog is, terwijl anderen de plannen gewoon niet mooi vinden. Daarmee is de discussie na 7 jaar min of meer terug bij af. De stemming werpt een schaduw over de raadsvergadering van vanavond. Daar zal namelijk gestemd worden over een investering van €5,7 miljoen. Op instorten staat hij nog niet, maar het gaat slechter met de Domtoren dan verwacht. Bij de eerste voorbereiding op de restauratie is gebleken dat veel stenen in een slechte staat verkeren. Dinsdag zijn de noord- en westkant geïnspecteerd en gisteren waren de zuid- en oostzijde aan de beurt. Het middenstuk, waar het uurwerk zit, vertoont meer schade dan verwacht volgens de beheerder. De kosten voor de restauratie waren ingeschat op 40 miljoen, maar dat bedrag gaat dus mogelijk oplopen. FC Utrecht is zonder problemen doorgedrongen tot de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi. In de Johan Cruijff Arena won het eenvoudig met 6-0 van de amateurs van Ajax. Alle doelpunten werden gescoord in de eerste helft. Met de klinkende zegen kan trainer Erik ten Hag de nederlaag tegen FC Twente van afgelopen zondag een beetje wegpoetsen. We hebben gewoon een hele goede wedstrijd gespeeld. Zakelijk benaderd, professioneel benaderd, zoals het moet, zoals het hoort. Wedstrijd aangegaan, snel op voorsprong gekomen. Flink uitgebouwd en in de rust kun je het dan uitspelen. En, nou, prima avond zo. En FC Utrecht speelt zondag weer om 00:30 tegen PSV. En dan krijgt u nog het weer. Er zijn perioden met zon, afgewisseld door wat bewolking. Het wordt rond de 19 graden. Vanavond zijn er opklaringen. Later in de nacht neemt de bewolking toe en het koelt dan af tot een graad of 10. Tot zover uw nieuws. Kijk voor meer nieuws uit de regio op onze app of op de website rtvutrecht.nl.